Ja, hier is natuurlijk Fishy weer. En vandaag weer een hele nieuwe Q&A natuurlijk hier op mijn kanaal. Het is vandaag weer zondag, betekent weer Q&A. Elke week komt de Q&A. En heb jij nog een vraag aan mij die je wil stellen, een Q&A vraag? Laat het ook vooral achter bij de comments natuurlijk. En vergeet ook niet even dat blauwe duimpje natuurlijk omhoog te geven op de Q&A. Volgens mij is het van heel veel mensen een favoriete serie, de Q&A. Dus dat is leuk om te zien natuurlijk. Dus ik hoop natuurlijk weer gewoon weer tegen de 200 likes in ieder geval te halen. Want er zijn heel veel Q&A's die boven de 200 likes zijn. Sommige al tegen de 300 likes. En het is super tof om te zien natuurlijk. En nogmaals, bedankt voor al jullie steun trouwens op al mijn video's hierbij. Op de achtergrond zien jullie strijkzone natuurlijk, Call of Duty Ghost. En ik speel hier met de Vector, met een Unsilenced Vector met een Red Dot en Extended Mags. En dit was uit de livestream van de King7NL natuurlijk, Paul. En ik haalde hier bijna een campstrike. Het is een campstrike fail. Ik haal een campstrike uit de care package. Dan verleng ik mijn streak tot 24 of zo. En ja, ik heb een paar campstrike kills gemaakt. Dus volgens mij haal ik een 20 streak hierin. 20 of 21 streak in ieder geval. Dus ik zit er wel elke keer nu tegenaan. Om een campstrike te halen, maar het is net even niet. Ik heb net niet even geluk. En van mensen die zeggen van Chris, heb je nou die campstrike gehaald? Nee, dat komt. Ik ben natuurlijk, ik heb natuurlijk Call of Duty Ghost veel later ben ik gaan spelen. Half een jaar later, hè, door wat omstandigheden zou ik het zo maar noemen. En dan speel je solo en dan is het echt moeilijk om natuurlijk een campstrike te halen. In teamverband is het natuurlijk een stuk makkelijker. Ja toch? Nou, we gaan hier wel over naar de eerste vraag van deze week. En dat is van Jens Landkamp. Vette fit fish. Dat is alweer van 2 weken geleden dan weliswaar. Maar oké, dankjewel. Q&A. Overpowered streaks zoals in Black Ops 2. Of cut streaks. Zoals in Ghost en AW. Aan de ene kant vind ik soms streaks wel leuk. Weet je, dat je killstreaks kan halen. Aan de andere kant, weet je, ik vind het leuker om bijvoorbeeld een Moab Cam of een DNA bom of whatever the fuck een nuke te halen. Weet je, dat vind ik zelf leuker om dat door middel van non-lethal te doen, zou ik het zo zeggen. Maar soms is killstreaks wel leuk en je zegt eigenlijk dat Black Ops 2 heel overpowered killstreaks heeft. En Ghost en Advanced Warfare niet, maar daar ben ik het niet helemaal met je eens eigenlijk. Want ja, een heleboel killstreaks in bijvoorbeeld Ghost zijn wel overpowered. En ik zeg maar wat, bijvoorbeeld een Oracle is heel erg overpowered, terwijl het een support streak is natuurlijk. Maar het is echt fucking overpowered. Wat heb je nog meer? Zo'n chopper ding heb je in ieder geval op Ghost. Dat is ook fucking overpowered. Dus ik ben het niet helemaal met je eens dat je zegt van dat Black Ops 2 zeg maar eigenlijk de meest overpowerde killstreaks hebben. Dat is niet helemaal waar. In Advanced Warfare, nou ja, heel simpel natuurlijk, System Hack. Wat dacht je daarvan? Dat is een hele overpowerde streak. Een scorestreak natuurlijk, maar het is heel erg overpowered. Zelfs een Paladin is ook fucking overpowered. En ook gewoon een Warbird is best overpowered. Als je die op AI zet, dan word je niet vrolijk van als je het tegen je hebt en je speelt zonder Blind Eye. Dus ja, ik zie liever gewoon in de volgende Call of Duty dat ze gewoon aparte dingen gaan maken. Gewoon lekker zonder streaks en met streaks. Klaar. Bijvoorbeeld een Specialist Only lobby, zeg maar wat. Ja, nou zit er niet echt Specialist in, hè. In Black Ops 3 waarschijnlijk, maar iets anders, zeg maar. Maar ja, ik zie liever gewoon, zeg maar, aparte lobby's. Ik denk dat het gewoon leuker is ook. Want dan kun je gewoon kiezen, weet je, voor, nou, weet je, speel ik een keer met streaks. Nou, dan weet je ook wat je tegen gaat krijgen en zo. Nu is het één grote chaotische show. Ook met Advanced Warfare natuurlijk, bijvoorbeeld Domination. 200 punten per cap. Ja, het gaat zo hard. Je krijgt zoveel killstreaks tegen. Dus ja, eigenlijk is in elke Call of Duty killstreaks zijn best wel overpowered. En daarna gaan ze natuurlijk ook meer campen. Volgende vraag van Max Plays. Welke map uit Black Ops 2 zou je graag terug willen zien in Black Ops 3? Leuke video, Fish. Nou, eigenlijk in Black Ops 2, ik denk wel slums, maar ja, ik weet niet de indeling en zo. Misschien Nuketown. Ja. Sommige mensen zeggen ja, komt wel terug. Andere mensen zeggen niet terug. We gaan het gewoon zien. Ik denk dat dat wel leuke mappen zijn die je om terug te laten komen. En eigenlijk van Black Ops 1 zou ik wel weer Summit willen zien, maar wel weer een beetje old style Summit. Dat vond ik zo'n geniale map, joh. In Black Ops 1. Summit. Dat zou ik echt graag terug willen zien in ieder geval. Maar ja,
We gaan het zien. Ik hoop het eventueel ook binnenkort te gaan spelen. Dus in ieder geval de beta natuurlijk in augustus. Dus dat op de PlayStation. Dus dat is al super tof. Dan gaan we naar de volgende vraag. Dat moet hier zijn. Dalon Swinkels. Q&A. Heb je liever 5 miljoen euro of 1 miljoen subs? Ja, nou, daar kan ik eigenlijk heel erg simpel antwoord op geven. Ik heb natuurlijk graag meteen voor die 5 miljoen euro. 1 miljoen subs, daar krijg je geen 5 miljoen euro mee. Je kan er best wel wat leuks mee verdienen natuurlijk, als je genoeg ook kijkers hebt natuurlijk. Maar, nee. Gewoon die 5 miljoen euro, dan eigenlijk ben je gewoon voor de rest van je leven klaar. Om het heel simpel te zeggen. 5 miljoen euro kan je gewoon, in principe gewoon je hele leven, kan je daar mee doen. Dus, ja. Mocht je nog wat euro's hebben, dan kun je altijd nog even op mijn PayPal storten. 5 miljoen. Kan geen probleem. Voor mij kan het nog niet eens PayPal 5 miljoen. Nee, voor mij kun je maar 1000 euro max op PayPal zetten. Volgende vraag van Matthijs Visser. Q&A. Praten jullie in het groepje Paul, Remco, Dino, etc. wel eens over echt trouwe subs? PS de Q&A zijn de leukste video's. Fits. Nou ja, je ziet alweer. Matthijs vindt ook de leukste video's. Dus video, dus de Q&A. Ja, we praten zeker wel eens in een groepje erover. Sterker nog, we hebben een Skype call. En daar zitten, even kijken, er zitten een heleboel abonnees in. Eigenlijk. En ja, dat is hartstikke gezellig natuurlijk. Ik zal eens kijken wie er allemaal in zit. Alwin, Lubbers. Dino is natuurlijk ook wel gewoon eigenlijk subscriber, hè. Erik zit erin, maar dat is natuurlijk een YouTuber. Frank, Kevin, Vaag Junior, Michel Klaver natuurlijk, mijn manier. Nee, hij is YouTuber. Maar Mo natuurlijk is dat. Johnny natuurlijk, oftewel Mr. Kingfish of Mr. Johnny 73, hoe die ook genoemd wil worden. Pascal hebben we er natuurlijk in. Nou, Paul zit erin. Power Bass, Remco en de Robin. Robin, in ieder geval. Maar dat zijn in ieder geval allemaal, dat zijn de meeste zijn ook gewoon, ja, ik zeg nog, het zijn allemaal subscribers van mij, maar de meeste zijn ook echt abonnee en trouwe abonnees. Op het laatste word je gewoon herkend natuurlijk. Je gaat een keertje samen gamen, hè, je neemt een keertje een videotje op en daar zitten ze in. En ja, je gaat een beetje lullen met elkaar en ja, zo zijn ze eigenlijk een beetje in die Skype groep gekomen en ik ben er heel erg blij mee en ik vind het ook heel erg gezellig. En Dino en Remco zijn ook natuurlijk gewoon echt hele trouwe abonnees. En ik ben ook blij met ze. De volgende vraag van Dan Hazel Lobbies. Q&A. Wat vind je ervan dat de PS4 nu eerder de DLC krijgt dan de Xbox One? Ja, dat is een hele goede vraag natuurlijk. Want ik was inderdaad wel verrast natuurlijk. Hè, in eerste instantie dat de afgelopen 8 jaar had, geloof ik. In ieder geval kwam alles in ieder geval op de Xbox eerder dan op de PlayStation. Nu is het andersom. Ja, ik denk dat het toch een beetje mee te maken heeft met het feit natuurlijk dat gewoon PS4 gewoon algemeen gewoon meer verkocht is natuurlijk. En ja, ze hebben natuurlijk ook een beetje problemen gehad, hè, Microsoft natuurlijk in het begin met het uitgeven van die console. Dus ja, dan... Ja, ik aan de ene kant vind ik het wel logisch, zou ik zo zeggen. Ik denk dat de meeste mensen... op dit moment gewoon op de PlayStation 4 spelen natuurlijk. En ja, ze willen natuurlijk ook gewoon maximaal bereik hebben. En ik denk dat ze daar een goede deal voor hebben. Ik zou het niet weten. Daar ga ik natuurlijk ook niet over. Dat bemoeit me eigenlijk niet mee. Maar ik denk dat het in ieder geval die reden is. Kijk, voor mij persoonlijk maakt het niet uit of het op de PlayStation 4 komt eerder. Of op de Xbox One. Ik heb toch allebei de consoles. En ik als YouTuber vind ook dat ik allebei de consoles moet hebben. Dus voor mij maakt het in ieder geval niet uit. Maar ja, ik denk wel dat het logisch is. Dat in ieder geval tot PlayStation 4 eerder komt. Volgende vraag van Bert-Jan Bening. Bij Basige Gameplay weer. En lief dat je eindelijk een vraag beantwoord hebt. Dat is 2 dagen geleden. Maar ik heb gelijk nog een vraag. Wat zijn je plannen voor je Engelse kanaal? Goeie vraag, ja. Iedereen denkt dat mijn Engelse kanaal dood is. Nou ja, dat is nou eigenlijk een beetje zo. Hè? Ik doe hier weinig mee. Paul ook trouwens. Het heeft er gewoon mee te maken dat we gewoon een heel drukke periode hebben. Ik wil graag gewoon mijn kanaal... Ik wil gewoon iets meer dingen leren. Qua editing en zo. Ik vind het gewoon heel erg belangrijk als ik dat eerst gewoon goed onder de knie heb, zeg maar. Daarnaast, ja, zomervakantie natuurlijk. Dus het wordt nu eventjes weer wat rustiger waarschijnlijk. Daarnaast heb ik ook gewoon heel weinig tijd gehad. Veel dingen gehad. Paul is ook weg geweest. En natuurlijk, want ik in principe, als ik bijvoorbeeld dat soort dingen ga opnemen, dan wil ik het liefst met een paar mensen doen natuurlijk. Nou ja, Paul zit natuurlijk gauw alweer in natuurlijk. Dat is logisch natuurlijk. Bijvoorbeeld, ik zeg, want GTA, dat doe ik toch met een groepje. Ik vind het solo, denk ik toch,
moi, een beetje minder leuk. Dus dat is ook een beetje het verhaal. En ja, het is gewoon een beetje samenlopen van omstandigheden. Ik zeg, ik ga heus wel verder hoor, met Engels natuurlijk. En I speak very good English, you know. Dus ja, gaat helemaal goed komen. Ja toch? Volgende vraag van, jawel, Erik Peters. Leuke video weer, een vis, dankjewel. Q&A, zou je met een man seks hebben als je er 50.000 voor zou krijgen? Ben je zippend baas? 50.000 euro, dat is wel heel fucking veel geld, hè. Als ik heel eerlijk ben, is het echt heel veel geld. En voor mij helemaal. 50.000 euro, zou ik het doen. Ik kan wel zeggen nu wel ja, maar misschien zeg ik dan nee. Of misschien zeg ik nu nee en dan zeg ik dan ja, ik weet het niet. 50.000 euro is echt fucking veel geld. En voor één keer even, nou ja, kom dan maar. Ja. Ja, misschien wel. Ik weet het echt niet. Ik vind het echt lastig. Ik vind 50.000 is ook net zo'n bedrag dat je denkt van ja, weet je? Het is een beetje lastig, weet je? Je moet zeggen bijvoorbeeld een miljoen, dan zeg ik meteen ja, dat doe ik het al. Maar 50.000 euro is net zo'n bedrag dat je denkt van ja, het is heel veel geld natuurlijk, maar weet je, ik weet het niet. Ik weet het echt niet, sorry. Volgende vraag van Thomas de Recht. En dat is ook de laatste vraag van deze Q&A. Q&A, ben je van plan om naar de Verenigde Staten te gaan? Zo ja, waar zou je het liefst naartoe heen willen? Nou ja, waar ik naartoe zou willen gaan is echt naar Florida. Daar zou ik naartoe willen gaan. Dat lijkt me echt super vet. En natuurlijk de E3. Ja toch, dat is echt een droom. Daar zou ik echt naartoe willen gaan. Dat lijkt me echt super vet. Dus jammer dat het dit jaar niet zo was voor mij. Misschien volgend jaar, je hebt nooit, ja toch? Meer subscribers en meer views. Ja. Ik zou zeggen in ieder geval, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer en bye bye. En de vrede tent duimpje omhoog te geven. Doei doei.